Henk, ik kan heel veel vragen, maar misschien is het de beste vraag. Wat is jouw korte analyse van deze wedstrijd van vandaag? Ja, ik denk dat wij heel slecht aan deze wedstrijd zijn begonnen. Ik denk dat in de beginfase komen we wel een paar keer goed weg. Ook een bal op de lat en staan we onder druk. Komen we er niet goed onder vandaan. En dat is eigenlijk de hele eerste helft is dat het geval geweest. Dat we in balbezit te slordig waren. En te weinig de vrije man wisten te vinden. En daardoor noodgedwongen de lange bal gingen spelen. En dan verloren we ook nog vaak genoeg de tweede bal daarop. Dus dan weet je dat je te vaak in balbezit achter de feiten aan komt te lopen. Maar in de tweede helft was dat aanzienlijk beter. Zat er meer durf en lef in van achteruit om de vrije middenvelder in te spelen. En daar snel op door te schakelen. En daarin hebben we Quick Boys toch een paar keer goed pijn kunnen doen. Je zou zeggen, jij met je technische staf en ook de supporters hadden je groep toch wel op scherp gezet voor deze wedstrijd. Ja, maar dat hoef je al nauwelijks te doen. Als er op donderdagavond vuurwerk is en iedereen leeft daar naartoe, dan is het als trainer zijnde eigenlijk haast niet meer noodzakelijk om die groep echt op scherp te zetten. Want dat gebeurt vanzelf. Dan kijken we ook naar de tegenstander en die speelt dan een van hun betere wedstrijden. En dat doen ze altijd in derbies. Kan jij dat verklaren? Ja, dat heeft te maken met extra druk die erop staat. Dus dat geldt voor hun natuurlijk ook. En ik vond dat je dat bij ons in de eerste helft toch wel wat terugzag in de slordigheid in balbezit. En dan kreeg ik ook de indruk dat sommigen daar moeite mee hadden om dan toch gedurfd te spelen, met lef te voetballen. Ondanks de druk die er op zo'n wedstrijd staat. Dan scoor jij na een uur wedstrijd die 2-1, dan heb je toch wel het gevoel die wedstrijd gaat de kant op rollen van Rijnsburgse Boys. Nou, op dat moment nog niet definitief wat mij betreft. Want je weet, dan gaan ze opportunistisch spelen, veel lange ballen. Hoeft hij maar één keer verkeerd te vallen en dan valt hij alsnog bij ons in dat mandje. Dus pas toen de 3-1 viel, had ik het gevoel van nu zijn ze definitief op de knieën. Henk, een heel andere vraag. In het verleden heb jij 3 jaar met Rijnsburgse Boys al de wedstrijden tegen Quick Boys gespeeld. Die 3 wedstrijden won jij thuis. Vandaag dus de 4e keer dat jij in je trainerscarrière tegen Quick Boys thuis speelt. Je wint gewoon 4 keer. Wat is dat toch, Henk Wisman, in de thuiswedstrijd tegen Quick Boys? Nee, ik kende die statistiek niet. Ik heb bij Rijnsburg gezeten en die wedstrijd onder andere gespeeld. Maar ik heb ook bij Quick Boys gezeten en die wedstrijd ook gespeeld. En die statistiek ken ik ook niet. Dus ik weet het niet, het is voor mij nieuws. En het is in ieder geval een mooi gegeven, een prettig gegeven. Dat je op die manier telkens je resultaat weet neer te zetten. De statistiek is nog mooier, dan stop ik ermee. Want de 7 wedstrijden ervoor, 7 seizoenen ervoor, toen jij er nog in was, won Rijnsburg Boys niet, toen je wegging. De eerste 7 seizoenen daarna won Rijnsburgse Boys ook niet. Dus echt, Rijnsburgse Boys tegen Quick Boys is voor Henk Wisman echt een zijn wedstrijd, hè? Ja, nou, nogmaals, dat wist ik niet. Maar ja, dat zijn allemaal maar cijfertjes. Dus in dat opzicht is het leuk. Maar voor de rest zegt dat niks. Want naar de toekomst zeker niet. Dus wat dat betreft is het eigenlijk voor mij een nietzeggend gegeven. Ten slotte, dan is de wedstrijd afgelopen, dan is het genieten hoe de spelersgroep het viert met de supporters, hè? Ja, absoluut. Dat is mooi. Die binding die moet je ook hebben. Dat is altijd een samenspel van elkaar. Ja, en als je dat kan bekronen met een goed resultaat, dan is het feestje des te mooier.